Mijn wereld stortte in toen ik hoorde dat Peter was neergeschoten. Maar de ernst ervan drong niet tot me door. Ook niet toen ik Peter later in het ziekenhuis aantrof. Wat ik aantrof was te onwerkelijk, te vernietigend... om tot me door te laten dringen. Ik heb die dagen vooral in de ontkenning geleefd. Zodanig dat ik dacht, misschien moet ik onze afspraken verplaatsen naar later. De ontkenning bleef. De ontkenning is er nog steeds. Een deel van mij staat nog steeds langs de kant van de weg, starend naar het schermpje van mijn telefoon. Naar de laatste berichten die ik naar Peter stuurde. In de hoop dat de vinkjes blauw kleuren. Er volgden 9 dagen. Waarin ik in elke cel van mijn lichaam heb gevoeld wat leven tussen hoop en vrees betekent. Hoop hield mij op de been. Maar uiteindelijk werd mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid. Ik moest afscheid nemen van Peter. Ik moest hem laten gaan. De gewetenloze wijze waarop deze twee over Peter spraken maakt het leed zoveel erger. Ik weet zeker dat heel Nederland en mensen daarbuiten de huiveringwekkende chatberichten met afschuw hebben gelezen. Maar niemand weet, niemand kan voelen wat die woorden doen met mensen die van Peter houden. Het is dan ook een helse beproeving om hier op amper 2 meter afstand te zitten. Van 2 kille moordenaars die een prachtig mens van het leven hebben beroofd. Een groter contrast is er dan ook niet. De man die vocht voor rechtvaardigheid is zoveel onrecht aangedaan. Ik heb niet de illusie dat deze twee gewetenloze figuren begrijpen hoeveel leed ze hebben veroorzaakt. Hoeveel levens ze hebben verwoest. En stuitend is de minachting die de schutter vertoont door zich steeds te beroepen op zijn zwijgrecht. Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig.